Hoi, mijn naam is Tom. Tom Linssen. Dit is mijn naamgebaar, Tom. En waarom is dit mijn naamgebaar? Omdat het gebaar voor filmregisseur op die manier is. Op dit moment ben ik in New York, op de New York Film Academy. In het verleden heb ik me geprobeerd aan te melden bij de Filmacademie in Amsterdam. Ik ben daar afgewezen. Ik wil echt heel graag filmer worden. Ik wil mijn gevoelens uiten via het medium film. Na de oorlog begreep ik dat er heel veel gehandicapten zijn vermoord. Ik was erg geschrokken. En toen besefte ik pas dat ik dat bordje met doof stom heb afgedaan. En daarmee heb ik mijn leven gered. Ik heb mijn leven te danken aan die kampenwaker, die capo, die zei: je moet dat bordje afdoen. Ik ben 26 jaar en ik ben doof. Ik wil graag filmer worden. Ik kwam op het verhaal van een doof Joodse vrouw die Auschwitz heeft overleefd. Ik ben niet Joods en ik weet eigenlijk weinig wat er met dove mensen in de oorlog is gebeurd. Toen ik het verhaal van Anna en Auschwitz ontdekte, greep me dat aan. Hoe iemand die doof is deze gruwelen kon overleven met zo'n handicap. Nazi's vermoorden alle Joden met een handicap. Vermoedelijk is zij de enige dove persoon die in Auschwitz aan de dood is ontsnapt. Ik wil weten hoe dat kon. Toen ik terug was in Amsterdam, stuurde ik de filmer Willy Lindwer een e-mail. Hij heeft veel films over de Tweede Wereldoorlog gemaakt en ik stelde hem voor samen met mij het verhaal van Anna te verfilmen. Willy woont tegenwoordig in Jeruzalem en heeft een Joodse identiteit. Ik heb mijn dove identiteit. Ik dacht dat het goed was dat samen te voegen en deze film vanuit beide perspectieven te maken. Gehandicapte mensen werden vroeger uitgeroeid, als ik het zo mag noemen. Dus die dove geschiedenis wil ik graag vasthouden. Ik wil dat graag overbrengen naar de kinderen van de toekomst, dat zij weten hoe het geweest is. Willy kwam naar Nederland en ik introduceerde hem in mijn dove wereld. We nodigden een dove tolk uit en zo hebben we de film gemaakt. In deze buurt was ook de dove school, waar voor de oorlog veel Joodse kinderen op zaten. Die zijn allemaal weggevoerd. De meeste Joden uit deze buurt zijn door de nazi's vermoord. De nazi's begonnen eigenlijk al meteen in 1933 met een politiek van het zuivere Duitse ras. En daar pasten ook doven niet in, Joods en niet-Joods. Daarom werden alle doven en diegenen die zij als inferieur zagen in Duitsland gesteriliseerd. Dat is met duizenden doven in nazi-Duitsland gebeurd. En ik realiseer me dat als ik daar had gewoond, mij datzelfde lot was overkomen. In mijn zoektocht ga ik op bezoek bij mijn dove Joodse vriendin Marijn. Zij kan mij meer vertellen over Jood zijn en dove identiteit. Door Marijn werd mijn beeld van wat er met Joden in de oorlog is gebeurd duidelijker. Mijn opa en oma hebben de oorlog meegemaakt. Mijn opa is gedeporteerd naar een kamp, maar ze hebben hem vrijgelaten, want ze hadden mensen nodig in de landbouw. Ben je wel eens in Auschwitz geweest? Hoe voelde dat toen je daar rondliep? Je bent een Joodse vrouw. Wat ging er door je heen? Ja, ik ben daar heel bewust naartoe gegaan.
Mijn familie heeft daar veel meegemaakt. Ik heb het zelf natuurlijk niet meegemaakt, maar de Joodse mensen zijn daar naartoe getransporteerd. Ik ben daarheen gegaan en kreeg heel trieste gevoelens. En ja, dan ga je zo'n gaskamer in en toen had ik iets van... Dat voelde zo benauwd. Het klopt gewoon niet. Ik kreeg het beeld dat mensen gruwelijke dingen hadden meegemaakt. En dat benauwde me ontzettend. Maar het was wel heel goed om daarheen te gaan, om te zien hoe dat geweest is en ook hoe mensen daar erg gekwetst werden. Dat dit Joodse mensen is aangedaan. Ik ben zelf ook van Joodse afkomst. Het was toch heel goed om erheen te gaan. In Amsterdam is een ontmoetingscentrum voor doven. Daar is ook een organisatie van dove Joodse overlevenden van de Tweede Wereldoorlog. Ik ontmoet hier twee Joodse kindoverlevenden. Ellie Muller vertelde me haar verhaal. Ze was nog een baby en moest nog onderduiken toen de nazi's haar familie in 1943 oppakten. Op een dag kwam er een razzia in de Tilanenstraat. Er werd afgesproken met iemand van de eerste verdieping, een mevrouw uit Suriname, om ons te helpen. Ik zag er ook donker uit en ik paste wel bij dat gezin. Mijn zus was veel blonder. Mijn zus was boven op de derde verdieping. Die werd daar opgevangen. Wij woonden op 2 hoog. Toen de razzia kwam, werd iedereen opgepakt, ook mijn ouders. Die mevrouw op de derde verdieping was zo bang dat ze mijn zusje toch weer heeft afgegeven. Ik zat verstopt in een doos die achter het raam was vastgebonden. Toevallig heb ik niet gehuild. Ik had geluk, denk ik. Toen ging iedereen weg. De Duitsers hebben alles nagekeken. Ze zagen niets. Ik was verstopt. Toen ze weg waren, werd ik uit de doos gehaald. En toen kwam er een man uit het verzet. Dat was een bekende man. Hij heeft wel 300 Joodse kinderen opgehaald en naar onderduikadressen gebracht. Hij heette Hans Bogaert. Ik was de jongste van die grote groep. We werden naar Nieuw-Vennep gebracht. Daar ben ik een tijdje gebleven. Dat was heel moeilijk voor me. Ik huilde. Ik vroeg me af waar mama en papa waren natuurlijk. Dat werd me verteld. En toen werd er besloten dat ik daar zou blijven onderduiken. En in het familieboek werd ik als 6e kind vals bijgeschreven. Eerst hadden ze niet in de gaten dat ik doof was. Ze maakten een hoop lawaai en ik maakte een hoop lawaai. En ze merkten dat ik daar niks van merkte. Toen dat eenmaal bekend werd, ja, ze kenden niemand die doof was, hebben ze toch maar hun eigen gebarentaal bedacht. Bijvoorbeeld, dat is naar bed, warm eten, prakken. Om 12 uur eten ze warm op de boerderij. Dus als ze dan zo deden, kwam ik eten. Zo was een ei. Ja, er waren heel veel kippen, dus elke dag een ei. Ja, ik weet ook niet waarom, zo deden we dat. En dat was opa, mijn pleegvader. En dat was oma. Ja, allemaal van dat soort dingen. Ook ontmoet ik Flip Del Monte, die net als Ellie de oorlog als kind overleefde. Toen ik 5 weken oud was, zijn mijn ouders allebei gedeporteerd naar kamp Vught in Brabant. Ik was net daarvoor, net op tijd, gered door, ja, zeg maar een tante. Maar deze tante is pas na de oorlog met mijn oom getrouwd. Ze hadden toen nog verkering. Ze kwam toen naar de crèche waar ik zat. Daar moesten alle Joodse baby's naartoe. Er was afgesproken dat die blauwe tram die daar langs kwam wat langzamer zou rijden, zodat de Duitse wachters bij de Hollandse Schouwburg, die de crèche daar tegenover in de gaten hielden, dat niet konden zien. De trambestuurder werkte mee en verminderde vaart en kwam heel langzaam voorbij,
zodat even de toegang afgedekt werd en zo kon ze naar binnen glippen om mij op te halen. Ze kon me meteen zien, want mijn naam stond op de kinderwagen. Mijn tante wist dat naast de crèche een lege woning was. Ze was in de achtertuin gegaan, over het hegje naar de andere tuin en daar naar binnen gegaan in dat lege huis. En daar heeft ze gewacht. De hele tijd door het raam kijkend van de deur totdat de tram weer voorbij kwam. Weer vaart verminderde en toen is ze eruit geglipt. En ja, ik was zo klein, ik kon heel makkelijk binnen een jas verstopt worden. Dat viel helemaal niet op. Ze liep gewoon weg. Ik kon Anne overhalen om haar verhaal te vertellen. Ze heeft dat nooit eerder gedaan. Ze is alleen en woont in een bejaardenhuis. Haar man, die ook doof was, is overleden en ze wilde na de oorlog bewust geen kinderen hebben door alles wat ze had meegemaakt. Ik realiseerde me dat het emotioneel zou gaan worden. Ik stelde haar voor om terug te gaan naar Auschwitz. Daar was ze nooit meer geweest. Ze moest daarover nadenken, maar stemde uiteindelijk toch in. En we besloten om alle plekken op te zoeken waar haar verhaal zich had afgespeeld. Anna vertelde me dat ze in 1927 in Antwerpen is geboren. Haar ouders, Herman van Dam en Elisabeth Lely, kwamen uit Amsterdam. Haar vader was diamantslijper, maar werd werkeloos. In Antwerpen vond hij een bestaan als handelsreiziger. Anna's jongere zus Branka was niet doof en haar ouders ook niet. Het gezin leefde als eenvoudige Joodse mensen in een wijk niet ver van het centrum. Ik was benieuwd hoe Anna met haar horende ouders communiceerde. Ja, dat was echt alleen maar praten. We moesten toen lip lezen. Nu maakt iedereen gebaren. Dat was vroeger natuurlijk niet zo. Mijn moeder praatte wel duidelijk, mijn vader niet. Hij had een heel klein mondje en ik begreep hem vaak niet. Anna zat in Antwerpen op de dovenschool. Gebarentaal was in die tijd op school verboden. Ze leerde liplezen. Het was een katholieke school. Ze besefte toen nauwelijks dat ze Joods was. Dat werd haar niet uitgelegd. Op school ontmoette zij Lea, ook een doof Joods meisje. Ze werden boezemvriendinnen. Tot aan de oorlog speelde Anna's Jood zijn vrijwel geen rol. De oorlog bracht haar veranderingen. Het is lang geleden. Toen ik 15 jaar was, moest ik van school. Want ik had een Jodenster. En jij natuurlijk ook. We waren bang. We moesten allebei van school. Ik dacht vroeger dat het zo'n mooie school was, want boven sliepen we en beneden waren de klassen. Het is voor het eerst dat ik hier weer terug ben bij de doverschool. Ja, het geeft me een vreemd gevoel. Ik vond het niet leuk dat ze bang waren. Ik had een Jodenster en we moesten meteen weg. Er waren zo verschrikkelijk veel kinderen en wij waren maar met z'n tweetjes en toch moesten we van school af, omdat we een Jodenster droegen. Maar ik weet niet of de dove kinderen begrepen waarom wij zo'n ster droegen, dat weet ik niet. De oudere kinderen misschien? De wereld van Anna is heel klein geworden. Ze heeft een sterke band met haar boezemvriendin Lea. Samen gaan ze elk jaar op vakantie in Knokken. En
september werd mijn vader naar Mechelen gebracht. En toen werd hij gedeporteerd naar Auschwitz. Ik bleef thuis. En mijn moeder ook. Wij kwamen niet op straat, wij bleven thuis. Op een dag kwam een Duitser en zei, zijn hier Joden? Die mevrouw beneden is niet Joods en zei, nee, er zijn hier geen Joden. Mijn zoon is met een katholieke vrouw getrouwd. Moet hij ook opgepakt worden? Mijn moeder en ik zijn toen snel weggevlucht. En we zeiden tegen elkaar, waar moeten we nu naartoe? Lea en haar moeder wisten onder te duiken. Ze ontsnapten aan deportatie. Anna en haar familie waren minder gelukkig. Zij werden vanuit hun onderduikadres opgepakt. Toen zei ik tegen papa, nu pas begin ik te beseffen van, waarom is dit? Waarom moet ik vluchten? Er komen Duitsers, maar waarom vluchten we? We hebben toch niks gedaan? Toen zei papa, ja, we zijn Joods. Ja, maar ik ben Joods. Maar we zijn toch braaf, we hebben toch niks gedaan? En papa vond het zo erg, want ik begreep er niks van. En mijn vader begon te huilen. Nee, we hebben inderdaad niks gedaan. Maar we zijn Joods. Duitsers houden niet van Joodse mensen. Er werd hard op de deur gebonst. We deden open en schrokken. De Duitsers zagen mijn vader en zeiden, Herman van Dam? Ze hadden een lijst en zeiden, jij bent Herman van Dam. Mijn vader zei helemaal niets. Toen kreeg hij klappen van de Duitsers. Ik zag dat hij harde klappen kreeg. Ze bleven hem slaan. We waren erg bang. We huilden. Ik riep steeds, mama, papa. Mijn vader zei niets. Toen werden we in een vrachtwagen gestopt en gingen naar Brussel. En ze stopten ons in een kelder. We bleven daar 2 dagen. We moesten onze namen opschrijven. Toen werden we weer in een vrachtwagen gestopt en werden naar Mechelen afgevoerd. Ik kwam in Mechelen en daar heb ik Anna ontmoet. En dan zijn we altijd samen gebleven. Geen minuut was ze alleen en ik was ook niet alleen. Altijd samen. Het was heel hard. Want ze mochten niet weten dat ze niet kon horen. Anna zoekt haar nicht Jetty regelmatig op in een bejaardenhuis in België. Jetty betekende alles voor Anna. Ze is niet doof. Ze heeft haar door Auschwitz heen gesleept. Het zou het laatste bezoek worden. Ze overleed korte tijd later. Ik liet geen minuut alleen uit dat ze iets verkeerd zou. Ik vertelde haar alles. Ademhaling moest van mij. Meest deed ze door haar. En heb ik geleerd, moet ze stiller ademen. Allemaal kleine dingen voor niks op te vallen. Haar handen trillen. Nadat ze opgepakt waren, werden Anna, haar zus en haar ouders afgevoerd naar het nazi-doorgangskamp in Mechelen. Het kamp was gevestigd in de Dossin-kazerne, het laatste station in België op weg naar Auschwitz. Daar ontmoette Anna ook weer haar nicht Jetty. We kwamen hier aan met een grote vrachtwagen met een stoffen kap erover. We werden hier naar binnen gereden.
Toen moest iedereen uitstappen. Er werd hard geduwd, iedereen duwde. We moesten snel een goede plaats zoeken, zodat we samen konden slapen. We sliepen op de grond. Daarna verveelden we ons. We wisten niet wat we verder moesten doen. 25.000 Joden zijn vanuit dit voorportaal van Auschwitz gedeporteerd en vermoord. Alles wat ze bij zich hadden werd hier door de nazi's in beslag genomen. Geld, documenten, foto's, persoonsbewijzen, niets is vernietigd. Het hele archief is tot op de dag van vandaag op dezelfde plek in de kazerne bewaard gebleven. Het was voor Anna een emotionele confrontatie. Ze zag na 65 jaar de foto's en documenten die toen van haar waren afgenomen. Ook zag ze voor het eerst foto's van haar vermoorde ouders. Dit hier zijn de originele documenten die afgenomen zijn geweest. Dus toen hij hier de kazerne binnenkwam, die zijn die documenten afgepakt en die zijn in enveloppes gestoken. Die zijn in briefomslagen gestoken. Kopie. Dit zijn originele. Dus we zullen eens kijken wat erin zit. Dus dit is op naam van dus uw vader, uw moeder en uw zus en uzelf en uw zus. Met het adres erbij, van waar u toen woonde. Garpaar, Unterdagen, ja. In Brussel. Dit is uw onderduikadres dan, in Brussel. Ja, in Schaarbeek. Klopt. Avenue Emile Verharen, nummer 34. Goed. Ja. Dus hier staat ook dat op naam van uw zus geen documenten zijn. Geen documenten. Ik zal open doen. Er is nog een kleine envelop waar ook weer dezelfde namen op staat met dan de nummer van het transport. Dus het zijn identiteitskaarten. Dit is de identiteitskaart van uw vader. Dit is de identiteitskaart van uw moeder. En dit is de identiteitskaart van uzelf. Je kreeg een bordje. Kan je je herinneren waar dat was? Binnen of buiten? Ik weet nog dat ik in de slaapruimte was. Ik maakte met mijn neefje gebaren. Toen kwam een Duitse soldaat aangelopen. Hij zei, maken jullie gebaren? Zijn jullie doof? Wij antwoordden dat we doof waren en hij zei, oh, dan kom ik later weer terug. Ik begreep hem niet. Toen hij weg was, gingen we gewoon weer door met gebaren maken. 2 dagen later kwam hij weer terug. Met een bordje met doof, stom erop. Er zat een touwtje aan om het op je rug vast te binden. Toen ging je op transport naar Auschwitz. Weet je nog hoe je van hier bent weggevoerd? Ik herinner me niet precies waar het perron was. We moesten naar een trein lopen, allemaal in grote haast. We werden met z'n allen in een treinwagon geduwd. Iemand buiten zei dat het vol was. Toen werden de deuren hard dichtgesmeten en op slot. En ik zei tegen papa, waar gaan we heen? In elke wagon stond een emmer, die gebruikten we als toilet. Het was erg vol in de wagon. Het was benauwd en we waren angstig. We probeerden wat te slapen, maar veel ruimte was er niet. Thank you.
Ik zeg eerlijk dat ik bang ben om naar Auschwitz te gaan. Ik zal mijn best doen, maar het zal erg moeilijk worden. Ik had dat boordje om en toen ik daar aankwam moest ik uitstappen. Een gevangene, een kapo, een Joodse kampbewaker, zag mijn boordje. Hij keek om zich heen en toen niemand hem zag, waarschuwde hij me. Hij zei, doe dat boordje af. Ik zei, nee, dat boordje moet ik omhouden, anders schieten ze me dood, want ik ben doof. Nee, dat boordje moet ik omhouden. En hij zei, nee, alsjeblieft, doe dat boordje af. Mijn dove neef had ook een boordje om. En toen zei mijn nicht, doe het maar af, die man zegt dat. En toen heb ik het afgedaan. Mijn ouders gingen de andere kant op. Mijn moeder met mijn zusje, mijn tante gingen ook de andere kant op. En ik zei tegen mijn neef, doe dat bordje af. Mijn moeder riep naar me dat ik me goed moest wassen, omdat we zo vies waren van de wagon en de reis. Ik zie je later wel, riep ze. Ja, zei ik, dag mama. En toen bedacht ik ineens, ik heb mijn boordje afgedaan, maar mijn neef heeft hem nog om. Ik gebaarde naar hem. Je moet het ook afdoen. Maar hij zag me niet meer en hij begreep me niet meer. Hij zwaaide en gaf me handkusjes. Ik gebaarde nog een keer. Doe dat boordje af. Maar hij zwaaide weer naar me en gaf een handkusje. Ik wist eigenlijk niet waarom ik dat boordje af moest doen. Later begreep ik het pas. Ik was anders meteen vermoord. Vroeg ik aan iemand, waar zijn mijn vader en mijn moeder en mijn zusje dan? De man begon te lachen. Hij wees naar iets, dat ik naar de rook moest kijken. Ik zei, nee, mijn vader, mijn moeder en mijn zusje. Hij wees weer, daar, die zijn allemaal weg. Die gingen allemaal daar naar binnen. Toch begreep ik het niet. Maar opeens werd ik wakker. Toen begreep ik het. Mensen begonnen te gillen. Toen ging iedereen gillen. We moesten snel verder lopen. Toen kregen we benzine over ons hoofd en werd ons haar geknipt. Mijn ogen deden zo verschrikkelijk pijn. Daarna kregen we een nummer op onze onderarm. Toen moesten we snel verder lopen en verder lopen, door naar de slaapbarakken. Maar ik moest terugkomen. Het bleek dat mijn kampnummer niet goed was. Ik werd opnieuw getatoeëerd. Mijn onderarm werd helemaal rood. Het was helemaal ontstoken. Daar sliep ik. Hier lagen 6 tot 8 mensen. Had je een vaste plaats?
Ja, steeds op dezelfde plaats. Er werd wel veel gevochten. Elkaar opzij duwen? Ja. Er werd veel gevochten. Wat bedoel je? Elkaar opzij duwen? Soms kwam er iemand bij ons liggen die ruzie met anderen had. Maar bij ons was het vol. We duwden haar weg. 6 of 8 mensen op 1 slaapplaats. Had je geen lakens? Nee, niets. Ik sliep maar 4 uurtjes. Ik was erg moe van het harde werken. Er werd hier ook veel gevochten. Er waren ook veel kakkerlakken. Die liepen gewoon over mijn gezicht. Ik voelde een kakkerlak over mijn arm lopen, maar ik had geen energie om hem dood te maken. Dus ik dacht, laat hem maar lopen. Sliep je altijd met jouw nicht? Ja, we sliepen altijd samen. We lieten elkaar nooit los. En we waren zo aan elkaar gewend dat ze zo gauw alles begreep. Mm-hmm. Het was vreselijk. Ze miste haar ouders, ik miste mijn ouders. Maar we wisten niet wat er gebeurde, wat er gebeurde daar. Er waren heel veel buitenlandse mensen. En daar kon ik ook niet mee praten. Ik had alleen contact met Jetty. We spraken met niemand. We moesten alleen maar werken. Daarna waren we erg moe en kapot. We waren net zombies. Dan gingen we slapen. We sliepen ongeveer 4 uur. En als we wakker werden, moesten we naar het appel, buiten. Daar werd iedereen geteld en daarna weer opnieuw tellen. Ik deed haar stem een beetje achterna, met mijn mond, als ze moest kijken. Ze kreeg veel slaag. Doordat ze niet hoorde, riep ze stop of dat. En dan deed ze een stapje verder. Maar ik stond altijd naast haar. We stonden veel op appel en daarna kregen we eten, soep en wat brood. Dan gingen we op ons bed zitten eten. Ik kan het ook geen bed noemen. En daar zat je dan. Er werd ook wel eten afgepakt en gevochten. Vooral brood werd gestolen. Gebeurde dat vaak? Deed je dat zelf ook? Ja, vaak. Iedereen deed dat. We pakten het van elkaar af. Dan moesten we het terugpakken. Maar mijn nicht was vooral flink en sterk. Iedereen stal van elkaar. Je zei dat jouw nicht sterk was. Mijn nicht ging naar die persoon die mijn brood had afgepakt. Dan pakte zij het weer terug en zei dat het van mij was. Zelf durfde ik dat niet. Ik moest voor haar leven. Dat zei je mijn eigen altijd. Anna kan niet alleen. Dus niemand merkte eigenlijk dat je doof was? Ik praatte met niemand. Mijn nicht praatte ook met niemand. Het waren allemaal buitenlanders. Ja, wat moest je ook praten? Eten, drinken, slapen. Ik praatte wel met Jetty. We moesten duidelijk articuleren. We maakten geen gebaren. Gebruikte je geen gebarentaal hier in de brak? Dat was gevaarlijk. Als we gebaren zouden maken, zou iemand kunnen zeggen, je bent doof en je leeft nog.
Hoe voel je je nu? Ja, het doet me pijn. Het doet me heel erg pijn. Ik vind het heel erg moeilijk. Je liep hier met een groep. Dat daar is allemaal elektrisch prikkeldraad. Echt vreselijk. Je kan dat niet aanraken. Als we hier liepen, dan stonden hier allemaal mensen muziek te maken langs de kant van de weg. Stond daar een orkest? Ik weet niet meer aan welke kant. Ze maakten muziek en wij marcheerden daar langs. Dat waren allemaal Joodse mensen die muziek maakten. Ja, dat was hun baan. Die werden uitgekozen om muziek te maken. Raar. Hoe voel je je als je deze foto ziet? Dat je vroeger als jong meisje hier langs liep? Ik had natuurlijk helemaal geen feeling voor muziek. Ik kon het niet horen. Ik bedoel, wat gaat er nu door je heen als je naar deze foto kijkt? En je terugverplaatst naar dat meisje van toen? Ja, moeilijk. Heel moeilijk. Het is heel pijnlijk. Je had twee verschillende schoenen aan. Eén die te groot en één die te klein was. Het was gewoon pesten. Iedereen liep heel moeilijk. Het deed erg pijn. Het was ontzettend ver lopen naar het werk. Daar moest ik rilstillen. Het was ontzettend zwaar werk. Er was een meisje dat probeerde te vluchten. Ze werd opgepakt. Het was vreselijk. Het was zo'n mooi meisje. Ze kwam uit Antwerpen. Een Duitse soldaat zei: zie je wel, vluchten helpt niet. Straf! Iedereen moest kijken. Iedereen werd kaalgeschoren als straf. Maar ja, je liet het maar toe. Ja, wat moest je anders? En tijdens het appel moesten we op onze knieën zitten en onze handen op ons hoofd houden. Dat was toen dat meisje was weggelopen. We moesten op onze knieën zitten, dag en nacht. Toen werd ze gevonden. Ze kreeg de doodstraf. Er werd ijzerdraad om haar nek gedaan en toen trokken ze eraan. Maar het waren niet de Duitse soldaten die trokken. Dat waren de gevangenen die het moesten doen. Als we dat niet deden, dan kregen we de kogel. En haar hoofd viel naar achteren, maar ze leefde nog. Ze bleef gewoon doorlopen. En we zeiden: alsjeblieft, ga dood, val dood. En eindelijk zakte ze in elkaar en eindelijk was ze dood. Het was zo dramatisch. We hebben allemaal zo gehuild. En jij hebt dat allemaal gezien? Ja, dat moest. Want als je niet keek, dan kon je de kogel krijgen. Dus je doorzocht gewoon de vuilnisbakken van de Duitsers om wat eten te vinden? Ja, daar konden we misschien wel wat etensresten in vinden. Afval van de Duitsers. Soms vonden we wat. En hier sliepen de Duitsers. En daar aten ze. Wat heeft jouw nicht nou precies voor je gedaan? Je gesteund? We steunden elkaar. We liepen gewoon arm in arm. Mijn nicht had eczeem onder haar oksels. Daarom liep ze achter me met haar handen op mijn schouders. Want ze kon haar armen niet tegen haar lichaam houden door het eczeem. De dokter sneed het er gewoon af en dan bloedde het vreselijk en het stonk. Het was een soort pus dat eruit kwam. Ze moest het bloeden gewoon met haar handen stelpen. Het deed zo verschrikkelijk pijn, dus toen liepen we echt zo. Toen pakte ze me bij mijn schouders en dat hielp haar. Als ik er aan even met mijn vingers iets wees, verstond ze alles, begreep ze het. Ze was een verstandige vrouw. We hadden zo'n band samen, we zouden verplaatst worden. Ik was erg geschrokken, maar we zijn heel dicht bij elkaar blijven staan. Mensen werden naar verschillende groepen verwezen. We waren zo bang dat we ook uit elkaar moesten. Toen we merkten dat we in dezelfde groep zaten, waren we dolblij.
Maar we bleven heel stil naast elkaar staan. We omhelsten elkaar niet. De Duitsers mochten dat niet zien, want dan werd je juist uit elkaar gehaald. Ik bleef kalm. Ik had echt heel erg geluk dat we bij elkaar mochten blijven. Oh, ze hebben er geroepen en geslagen. Roepen, ja. En geslagen met een zweep. Ze dachten dat ze moedwillig was. Hè. Omdat ze niet in de gaten hadden dat ze dood was? Ja, ze moest stoppen en ze stopte niet. Want dat had ze niet in de gaten? Alles houden ze toevallig in de gaten. Die dag heeft ze omgedraaid, even niet gezien. Ze hebben alles heb ik haar verteld. Maar je kreeg toen klappen op je rug. Waarom was dat? Ja, een Duitser had mij geroepen, maar dat hoorde ik natuurlijk niet. Dus ik kreeg een klap onderaan mijn rug. Hij zei, opletten, anders kan je nog meer klappen krijgen. Hij dacht natuurlijk dat ik niet luisterde. Merkten de Duitsers niet dat je doof was? Nee, helemaal niet. Is het ook nooit bijna ontdekt? Nee, iedereen was buitenlands. Iedereen sprak een andere taal. Merkten ze echt niet iets aan jou? Nee, ze dachten dat het aan de taal lag. En er waren maar weinig mensen die wat zeiden. Het lijkt wel alsof ik weer klein ben, omdat ik mijn ouders zo vreselijk mis. Ja, erg. Ik begrijp het niet. Ze waren allemaal zo onschuldig. We hebben niets verkeerds gedaan. Dat begrijp ik echt niet. Waarom was dit? Toen ik met Anna door het museum van Auschwitz liep, zag ik veel foto's. Ik ben erg geschrokken. Ik keek meteen naar Anna, die zoveel mee moest maken en dat zij toch wist te overleven. Toen we langs al die brillen liepen, zei Anna, misschien ligt mijn vaders bril daar wel tussen. En toen kreeg ik wel een heel vreemd gevoel. Het is moeilijk om mijn nare gevoelens onder woorden te brengen. En ik dacht, mijn oom heeft ook een bril. Ik wilde daar niet aan denken. Toen zag ik al die Joodse gebedskleden. De Duitsers hadden helemaal geen respect voor de godsdienst van Joden. Ik werd zo boos. Toen Anna en ik de kunstledematen van gehandicapten zagen, kreeg ik dubbele gevoelens. Alle gehandicapten werden meteen vermoord. Anna heeft echt geluk gehad dat ze heeft overleefd. Ik moest aan Marijn denken, die zei dat doofheid onzichtbaar is. Toen zag ik foto's van Joodse kinderen en Anna dacht dat haar jongere zusje daar misschien bij was. Ik kreeg het benauwd. Onbegrijpelijk dat dat allemaal gebeurd is. Ik vroeg me af, waren die Duitse soldaten zo gevoelloos? Ze hebben ze zo gemakkelijk vermoord. Het waren echt beesten. Er waren veel jonge kinderen. Ik herinner me die dokter. Hoe heette hij ook alweer? Hij was een beruchte dokter hier. Hij had de huid van de voorkant van een lichaam afgesneden en daar leer van gemaakt. Daar maakte hij een lampenkap van. Net zag je een hele groep jonge Israëliërs met de Israëlische vlag. Hoe voelde je je toen? Ja, dat vind ik mooi. Die kinderen, die jongeren komen uit Israël. Misschien waren hun opa en oma wel hier. Of andere familieleden. En daarom zijn ze ook hier. Je voelt daar toch een band mee? Ja, inderdaad.
Ik ben natuurlijk Joods. Zij zijn Joods. Natuurlijk hebben we een band. En die mooie vlag. En ook hoe trots die vastgehouden wordt. Mijn hele familie is dood. 12 leden van mijn familie zijn dood. 12 people of the family are dead. Nee, dat bordje moest af. Maar ik wilde het omhouden. Toen heb ik het toch afgedaan. Ik mocht niet opvallen. Ze wisten niet dat ik doof was. Jim didn't know Caesar was deaf. אמרתי שהמסע הזה, הפגישה הייתה עכשיו, גרמה לכם שהמסע הזה יהיה יותר משמעותי, כי אתם חוויתם משהו קצת יותר. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Bye. Bye. Welcome. Toen we bij de gaskamer stonden, begon Anna te huilen. Ik voelde me heel naar. Ik kreeg rare gevoelens in mijn buik. Ineens kreeg ik een flashback over wat Anna allemaal heeft moeten doorstaan en dat zij haar ouders en familie kwijtraakte. Ik dacht in een flits aan mijn eigen familie. Ik werd boos. Ik begreep echt niet hoe de Duitsers hen dat aan kon doen. Hoe voel je je nu? Op dit moment? Je leeft nog. Ik weet nog precies hoe het eruit zag. Die toren en al die rook die eruit kwam. Dat weet ik nog zo goed. En die stank, vreselijk. Ik kan je gewoon niet vertellen. Ik heb pijn. Mijn hart doet zo'n pijn. Ik heb een brok in mijn keel. Ik begrijp het gewoon niet. Anna en Jetty overleefden 7 maanden Auschwitz. Toen volgde een barre tocht naar Ravensbrück en Leipzig, waar ze ook nog veel zwaar werk moesten verrichten. En na uitputtende omzwervingen bereikte ze uiteindelijk, kort na de bevrijding, Antwerpen. Toen ben ik uitgestapt in Antwerpen en ik ging naar het Rode Kruis met mijn nicht. Mijn nicht vroeg aan die mevrouw of mijn zus er nog was. En mijn tante. Ze ging in een boek zoeken. Ja, je zus leeft nog, maar ze is verhuisd. Dat had ze doorgegeven. Toen was het mijn beurt. Ik zei, ik ben Anna van Dam. Die mevrouw ging weer in dat boek zoeken. Ze schudde haar hoofd en zei, niemand wacht op jou. Toen brak er wat. Ik was kapot en moest vreselijk huilen. Na de bevrijding, ik wist dat Anna opgepakt was. Ik had begrepen dat ze opgepakt was. Dus ik dacht dat ze niet meer terugkwam. Ongeveer een jaar later, ja, ik kwam thuis van mijn werk. En daar stond Anna. Mijn moeder zei dat zij het was. Maar ik herkende haar niet. En mijn moeder zei, kijk goed, je weet wie dat is. Anna, je bent toch terug. Je ziet er helemaal anders uit. Mager. Helemaal anders.
echt een compliment voor haar. Ze kon op een heel bijzondere manier haar verhaal vertellen. Het heeft me erg geraakt. Ik wil dat vasthouden voor de toekomst. We moeten dat bewaren voor later en laten zien aan de buitenwereld. Ja, ik denk dat het heel erg goed is, zeker voor de dove scholen, om daar meer aandacht aan te besteden. Hoe is het vroeger geweest en hoe hebben dove mensen dit overleefd? Want wat jij al zei, er is zo weinig informatie eigenlijk. Dove mensen weten niet dat er ook doven zijn die zulke dingen hebben meegemaakt. En dat het met jezelf ook kan gebeuren. Ik vind het echt goed waar je nu mee bezig bent om er een goede documentaire van te maken. Ik heb nog veel meer beelden en onderwerpen in mijn hoofd over de dove wereld waar ik films van wil maken. Doven hebben het niet altijd makkelijk om erkenning te krijgen. Ik hoop dat mijn werk zal bijdragen aan een beter begrip voor mijn wereld.